Welkom bij Maximum Motorcycle Channel. Vandaag zijn we hier bij onze Can-Am dealer Bert Adventure. Gegevens gaan we er ook even bij zetten. Je ziet het hier ook, Deinse Steenweg 21, 8700 tilt. Nu, we zijn hier voor de line-up van de Can-Am te testen. Dus hier hebben we nu de Ryker 900 Rally. Wat verschilt er nu allemaal een beetje? Wel, bij de 900 heb je de zwaardere motor eigenlijk. Dus die is de 900cc 3-cilinder. Is een Rotax blok. Er zit Fox vering op. Er zitten andere velgen op. Als de gewone. Er zit handkapbescherming op. Er zitten de zilveren stukjes op, dus daar herken je hem eigenlijk aan. Nee, de aluminium. Het kontje, er zit nu het lange stuk op, dus dat is standaard bij de Rally. Dus het voordeel is, je kan er een duozetje op klikken of bijvoorbeeld een koffer. Nu, je kan er ook het solo zetje op laten zetten, maar dat moet je dan vragen. Wat ik persoonlijk heel erg tof vind aan deze machines, je kunt gewoon weg, hè, omhoog klikken en dan kun je gewoon verschuiven hoe dat je zelf wilt. Dan klik je gewoon terug vast. Zeg je nu, ik wil de steuntjes verzetten, gewoon omhoog en dan even helpen. Dan kan je ze gewoon verschuiven naar wat je wil. Klik naar beneden terug vast. En alles staat terug goed. Remmen is met de voet. Wat dat ook een luxe is, dat er een achteruit op zit. Dus die is hier te vinden. Voor de Rally heb je ook nog eens het voordeel, daar kan je de tractie mee afzetten. Dus dat kan je bij de gewone niet. Dus dat beperkt dan weer het speelfactor. Hè. Maar met een Rally kan dat. Persoonlijk, de Rally heeft mijn voorkeur. In het begin gaat het er misschien nog niet direct naar pakken voor de tractie af te zetten. Maar het is toch zoveel leuker dat je het kan. Hè. Plus, die vering. Het is een immense upgrade. Hè. Maak het allemaal zoveel meer af. Maar we moeten kijken wat een snuit dat erop zit, jongens. Dat is toch echt wel knap. Hè. Het is een pakje kleiner natuurlijk als de F3 of de RT. Maar ja, voor rijden niet minder plezant. Koplamp is wel nog halogeen, al de rest is led. Dus in de spatbordjes zitten pinkertjes, nog extra verlichting. Ik heb nog extra spotjes dat erop staan. Ja. Weer iets heel compleet, hè. Zeker voor zijn geld. Als je voor mei 2013 uw rijbewijs al hebt, mogen er gewoon mee rijden. Moet geen motorrijbewijs gaan halen. Is erna. 4 uurtjes is genoeg. Zelfs op een 125 is genoeg. Dus ja, dat is echt wel maf. Hè. Maar ja. Je hebt ook nog een compartimentje van voor. Gewoon duwen en trekken. Gemakkelijk voor je handschoenen in te steken of zo. En je papieren. Gewoon terug op drukken en de boel zit vast. Schijfremmetjes. Single-sided swingarm. Echt wel dik natuurlijk allemaal. Vering van voor sturen is een beetje gelijk naar quad. Maar ja. Genoeg op dit punt. Hè. We gaan hem starten. Nog eens even uitleggen daarover. En ja, we zijn weg. Hè. Wat dat er ook bij zit is een handrem. Dus die zit hier. Nu staat hem op. Klikt hem naar beneden, staat hij af. Zo staat hij
voor vooruit, klikt hem naar achter, is het voor in achteruit te zetten. Hier is je contact, dat is eigenlijk gewoon een bol dat erop zit. Dus je klikt er eigenlijk op en dan zit de sensor geactiveerd voor te starten. Dus je bolletje zit erin. Dan is het de rem in duwen. Eén keer aanzetten. Contact dan hier. Eén keer naar voren. Dan blijven houden. Kan je hem starten. Nu staat hij nog in park. Omdat de rem instort. Dus die doet het af. En forward. Dus wat staat er allemaal op? De kilometers, benzine, je snelheid en vooruit, achteruit en uw temperatuur. Dus er staat niet veel op van opties of zo, maar dat hoeft ook niet. Hè. Dus kijk, we gaan opstappen en we gaan vertrekken. Hè. Dus ook nog even voor de modi. Dus dan kan je hier gewoon linksonder van de vier kan je op duwen. En dan zit je in de settings. Kan je overal in. Dus we gaan hem nu afgesloten doen. Dus je gewoon blijft drukken. Zie je, dan kan je hem verzetten in de modi. Vanaf rally modus is alles af. Dus er zit er geen veiligheid meer op. Dus kijk, ik ga nu nog eventjes rustig doen, want het staat nog koud. Maar zeker een fun machine. Het is wel totaal anders rijden dan een echte motto. Maar rijden wel plezant. Simpel dashkin, maar alles wat je moet zien staat er zeker op. De vering is natuurlijk ook een groot verschil. Nu, de specs, die gaan we er ook even bij pakken. We zitten hier ook direct aan een 80 pk. Een ongeveer hetzelfde aan Newton koppel. Dus dat is zeker niet slecht. Hè. De voetrem die combineert ook weer de voorrem en de achterrem. De pijnkertjes zijn goed zichtbaar. Draaien. Ja, we gaan hier even proberen, maar remmen en bochtjes moeten wel goed vasthouden natuurlijk, maar zeker power genoeg in, hè.
Dat hij ook wat kleiner is, heb je ook wel rapper de neiging voor het gevoel hebben, ja, dat hij een beetje mee rijdt. Je hebt alles veel directer. Hè. En je pakt natuurlijk naar je rem. Hè. Persoonlijk vind ik wel de rallymodus waar ik hem nu in staan heb, vind ik wel het tofste. Maar je moet er wel rekening mee houden natuurlijk. Je zit wel met een driecilinder op de baan, met 80 pk. Niks veiligheid niet meer op. Moet je dus echt wel rekening mee houden. Dus als je een bochtje pakt, moet je er echt wel wakker mee zijn. Hè. Er zit een beetje lek op de gas in de eerste instantie, man. Het is een heel speciaal gevoel. Het is echt wel quad met motto gecombineerd. Het is ook gewoon met de breedte van een kleine auto op de baan. Hè. Dus file filteren zit er niet echt in. Maar de fun factor sowieso. Hè. Doordat je gecombineerd zit van de remmen, zit ook wel een pak geruster. Ik vind persoonlijk de voetsteunen naar voor en het stuur naar achter vind ik de beste houding. Omdat je het meeste controle met je armen. En doordat je benen naar voren zitten, heb je weer de controle van de machine omdat je hem vast hebt. Er zit hier natuurlijk ook weer, door de Euro 5 norm, een enorme katalysator tussen. Maar even goed. Tof geluid, hè. Dus we gaan hier even zwemmen, toch, plek. Dus, hup. Ik denk dat het wel goed lukt. Nee, moet het wel met de handen. Dus klik naar achter. Ga er wel erg in. En gewoon rap naar achter. Hè. Met de voet kunnen we hem terug naar voren zetten. En we zijn terug weg. Hè. Wel uitkijken van de opritjes. Zeker fun, hè. Je hebt in de Can-Am-series ook echt wel zoveel verschil. Je hebt de 600, je hebt de 900, je hebt de zware mannen, hè, een F3, een RT. Die komen ook allemaal aan bod. Kijk. Met de motto denk je direct, oh niks, hier moet het toch even. Kijk, bochtjes pakken. Kijk, het moet wel hier wat erg in hebben, want het is een hele grote fun factor. Maar je moet wel goed beseffen met wat je bezig zit, want... Zonder enige ervaring met zoiets kunnen wat gaan spelen, zou ik toch echt niet doen. Zo. Dus ik zou zeggen, in het begin een beetje opbouwen. Misschien niet direct in rally rijden. Het
is niet omdat hem op drie wielen staat dat hij niet kan klikken. Hè. Dus, als je echt te ver gaat, ja, op zijn kant gaat hij. Je moet wel al vrij fors doen, hij zal rapper beginnen slippen. Maar de kans bestaat. Hè. Dat is hetzelfde met een quad. Hè. Met een driecilinder, je blijft dus trekken. Hè. En voor de grootte van de, ja, van de kanap, het is een product eigenlijk op zijn eigen bekam, vind ik hem eigenlijk wel echt wel meer als voldoende. Hè. Als je een ander karakter wilt, je hebt ook nog de 600. Dat is dan een tweecilinder, ook een Rotax. Dat zie je in ons vorig filmpje. Maar hier staat natuurlijk, ja, minder in power. Hè. Er zit het 50 pk, ongeveer ook een 50 Newton koppel. Maar die wel die een tweecilinder. Driecilinder heeft voordeel. Koppel van een 2, doorgang van een 4. Maar het is echt wel een fun ding. Hè. Zit ook wel goed. Kijk, genoeg steun. Kijk, onze Can-Am dealer. Supergast. Zeggen, zijn er nog vragen? Stel ze gerust. We gaan ons hier even op kant. We zitten hier met hier in ons gat. Zo, we moeten door wel draaien. Je kunt de handrem dan even opzetten of gewoon voet op de rem. Maakt niet uit. Voor van de scenery te genieten. Heel leuk. Doordat je dan de optie hebt ook voor je koffer mee te pakken of gelijk je rugzak of zo erop vast te maken, je hebt echt wel dat vrij gevoel. Zeg je van, ik wil als je een veldbaantje meepakken,
Allemaal geen enkel probleem. Hè. Kijk, we zijn terug toegekomen bij Bert Adventures, te Tielt. Ik zou zeggen, volgende jongens, later, like en subscribe. Maximum Motorcycle Channel, out. Ladders.